Dit was de survival van Enzo Knol. De laatste survival van Enzo Knol. Dit was de survival van Enzo Knol. De laatste survival van Enzo Knol. 300 afleveringen lang was Enzo Knol in de ban. Het verslaan van monsters, het vinden van hout. Voor dit soort spellen is Enzo nooit te oud. In het begin bakte hij er echt niets van. En hierom stond hij vaak in vuur en vlam. Toch na lange tijd heeft Enzo geen spijt. Als hij iedereen verslaat in deze hevige strijd. Dit was de survival van Enzo Knol. De laatste survival van Enzo Knol. Dit was de survival van Enzo Knol, de laatste survival van Enzo Knol. Colin, Milan, Kai en Quinn, iedere keer weer heel veel zin. Samen met z'n allen op avontuur, af en toe trollen op den duur. Alle flauwe grapjes, ze zijn gekker dan gek. Pas op Colin, want je gaat weer op je bek. Oh my god, what the fuck of wow. Ach, laat maar zitten, refrein, kom maar gauw. Dit was de survival van Enzo Knol, de laatste survival van Enzo Knol. Dit was de survival van Enzo Knol, de laatste survival van Enzo Knol. Beste school, ze praten veel, omdat ik graag mijn ervaringen deel. Jullie laten lachen, dat is het doel. Zelfs zo hard lachen, ik val van mijn stoel. Bedankt voor alle liefde, bedankt voor alle steun. En als je ouders seks hebben, hoor ik veel gekreun. Enzo, doe eens normaal. Oh shit. Het spijt. Ongemakkelijk. Refrein, snel, speel hem! Dit was de survival van Enzo Knol. De laatste survival van Enzo Knol. Dit was de survival van Enzo Knol. De laatste survival van Enzo Knol. Dit was de survival. 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 Dit was de survival.